Goeiedag, beste kijker. Het coronavirus is jarig. Het is 2 jaar onder ons in ons land en komt met overlijdens, ziektes, lockdowns en beperkende maatregelen. Wat is de psychosociale impact van de coronacrisis? Hoe moeten we omgaan met toekomstige besmettingsgolven? En hoe moeten we wereldwijd het systeem veranderen om dergelijke pandemieën en andere narigheden te voorkomen? Ik kan het vragen aan een van de meest toonaangevende stemmen over mentaal welzijn in binnen- en buitenland. Mijn gast is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en professor emeritus Paul Verhagen. Zeer welkom bij het gesprek. Professor Paul Verhagen, zeer welkom bij ons in de studio. Meneer Verhagen, de coronabarometer is vrijdag van rood naar oranje gegaan. Van veel vrijheidsbeperking is dan geen sprake meer. Nu, u zou kunnen zeggen, al bij al mochten we toch al vrij veel. Dramatiseren we soms niet die beperkende maatregelen? Een terugblik misschien wel, maar je moet in rekening brengen dat we nu meer kennis hebben dan pakweg zoals een paar maanden geleden. En natuurlijk in terugblik kunnen we zeggen dat een aantal maatregelen toen misschien overdreven waren, maar dat wisten we toen niet. Dus in die zin vind ik dat dat niet echt het geval is. Nee. Er wordt nu gesproken over de luchtige lente. Mm-hmm. Het vorige beeld dat ons voorgehouden was, was dat van de zomer of het Rijk der Vrijheid. Ja. Maar is het goed, is het dan nu luchtige lente, is het goed dat we ergens zo'n aantrekkelijk perspectief hebben? Wel, mensen hebben hoop nodig. Hè. Ja. Het zijn dan toch wel donkere maanden, zelfs jaren geweest. Dus in die zin vind ik dat geen slecht idee van dat perspectief te openen. Het is dan nog een mooie alliteratie ook. Maar ik denk dat het ook van belang is om er telkens de boodschappen bij te geven. En dat gebeurt ook dat er een veel meer mogelijkheden komen en vrijheid komt. In functie van wat we nu meemaken, heel concreet de Omicron-variant, blijkt een flink stuk minder gevaarlijk te zijn dan de vorige. Dat zien we aan de ziekenhuisopnames, dat zien we aan de bezetting op de intensive care. Dus het kan. Maar we mogen niet vergeten, het gaat over virussen. Mutaties behoren altijd tot de mogelijkheden. En de kans dat er daar ooit nog een mutatie komt die een flink stuk gevaarlijker is, ja, dat is niet denkbeeldig. Dus het zou kunnen dat we over x aantal maand weer een aantal minder aangename maatregelen moeten nemen. En dat moet men erbij vertellen. Ja. Dat moet men er echt bij vertellen, want anders heeft dat een slechte indruk. Ik wil het eigenlijk met u hebben over inderdaad die lange termijn aanpak, een duurzame aanpak. Ja. Ja. Nog even over uzelf als professor, als psycholoog. Ja. Corona, die pandemie, is in de eerste plaats een medisch gegeven. Maar het coronabeleid en die beperkende maatregelen waren, je kan het ook bekijken als één groot psychosociaal experiment bijna. Een collectief experiment. Ja. Dat moet u ook zeer geboeid hebben die voorbije 2 jaar. Ja, natuurlijk. Het is iets waar, denk ik, de komende decennia nog heel veel studiewerk over zal verricht worden en nog heel veel zaken over zullen gepubliceerd worden. Nu moeten we wel een heel belangrijk iets in de rekening brengen. Pakweg de eerste 6 maanden van de pandemie wisten we eigenlijk niet wat er ons overkwam. Nee. Het was in eerste instantie een medisch probleem. En niet alleen een medisch probleem, het was een medisch vraagteken. Ik heb meegewerkt met een aantal specialisten van het UZ bij ons in Gent. Die vertelden letterlijk, we weten niet wat er ons overkomt. We weten het niet, we weten niet hoe dat we kunnen behandelen. We snappen niet goed een aantal ziektefenomenen, noem maar op. Dus op dat ogenblik moest alle accent gelegd worden op medische maatregelen. En is het eigenlijk normaal dat dat psychosociale dan eventjes op de achtergrond geplaatst wordt? Bijna zoals in een oorlogssituatie. De troepen aan het front en het gevaar. Ja, ik hou niet van die metafoor. Het werd heel vaak gebruikt en dat vind ik eigenlijk om meerdere redenen niet zo'n goed idee. Maar goed, dat is dan een semantische discussie. Maar de beslissing om pakweg die eerste 6 maanden de voorrang te geven aan de virologen en aan het medische was compleet terecht. Ja. Omdat we moesten wachten tot we voldoende kennis hadden om te weten wat er wel kon en wat er niet kon. En daar zegt hij, in die eerste 6 maanden, de virologen, de epidemiologen die de lead nemen, dat was volledig terecht. Ja. Maar er kwam een periode nadien. En u ondertekende laatst mee het wintermanifest, samen met 7500 anderen, met daarin de oproep tot een open debat en een duurzaam coronabeleid. En daarin was de vaststelling dat er ook een tunnelvisie ontstond vanuit die
virologen en andere experten. Wat bedoelt u juist? Of wat bedoelden jullie juist? Wel, dat is niet zo vreemd. Hè? Als je een aantal beslissingen laat nemen door een groep mensen die min of meer dezelfde wetenschap hanteren en die vanuit die invalshoek gaan kijken, dan zou ik dat zelfs niet eens een tunnelvisie noemen. Dat is gewoon hun visie vanuit hun perspectief. En voor alle duidelijkheid, dat blijft waardevol. Maar, en dat is het belangrijke verschil, met die eerste 6 maanden, ondertussen hebben we heel wat kennis opgedaan. Weten we wat er wel kan, wat er niet kan. En zien we ook, en dat wisten we in het begin ook niet, zien we ondertussen ook welke psychosociale schade, en ik gebruik het woord bewust, optreedt, voornamelijk bij kinderen en bij jongeren. En moeten we daar ook aandacht aan besteden en moeten we kijken hoe we dat kunnen opvangen. Dat is niet de taak van virologen. Op dat ogenblik heb je andere deskundigen nodig die mee rond de tafel moeten gaan zitten en die in samenspraak met die andere disciplines moeten kijken van hoe kunnen we een aantal zaken anders organiseren, zodat de kinderen en jongeren weer een min of meer normaal leven kunnen leiden. Want dit kunnen we niet blijven volhouden. En is daar dan te weinig rekening mee gehouden? Want je kan inderdaad zeggen, de virologen, het is hun visie. Maar uiteindelijk werd de beslissing genomen door politici. En politici die nemen daarin een aantal maatschappelijke overwegingen mee, zoals onder meer het psychosociaal welzijn. Je zou dan kunnen zeggen, goed, de virologen deden hun job. Het zijn de politici die uiteindelijk in de beslissing te weinig oog gehad hebben voor die nevenschade. In een ideale maatschappij, zoals ik dat min of meer zie, in zo'n omstandigheden, moet je inderdaad ervan uitgaan dat je een aantal experten hebt. Experten in functie van de problematiek waar we mee geconfronteerd worden. Maar die kunnen nooit de politieke beslissingen nemen, anders kom je terecht in een technocratie. Ja. Dus op dat ogenblik heb je een politiek, een overheid nodig, die de adviezen van de experten gaat vertalen naar een aantal maatschappelijke implicaties. Dat is naar mijn aanvoelen net iets te eenzijdig gebeurd. Er zijn goede maatregelen genomen, maar het vlak waar er dan toch, wat mij betreft, tekortgeschoten is, dat is de manier waarop we op grond van de pandemie omgegaan zijn met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Ja. En dat hadden we na het eerste jaar al door en we hadden dat anders kunnen organiseren. En dat is een gemiste kans geweest. En het risico bestaat dat er nog altijd een gemiste kans blijft. Men moet dit aangrijpen om een aantal zaken op het vlak van onderwijs anders aan te pakken. En u spreekt over schade. De onderwijsachterstand die jonge mensen hebben ingelopen is inmiddels op verschillende manieren hier en daar al in kaart gebracht. En, en die is er. Over welke nevenschade heeft u het dan ook? En ik heb daar een bijkomende vraag over. Welke groep jongeren, want dat kan je breed definiëren, wordt hier het hardst door getroffen? Er zijn kinderen, jongvolwassenen. We hebben te maken met een systemische crisis. Je kan het zo wel noemen, omdat de pandemie eigenlijk alle vlakken van de samenleving getroffen heeft. En als je een systemische crisis meemaakt, dan weet je dat de systeemfouten ook bloot komen te liggen. Die worden uitvergroot. En daarmee, op grond daarvan kan ik u meteen al misschien het belangrijkste antwoord geven op uw vraag. De groep bij de kinderen en jongeren die het meest getroffen wordt, dat is de groep die al het meest getroffen werd. Specifiek als we kijken naar de onderwijskundigen, dan zien we dat die kinderen en die jongeren die eigenlijk al onderaan de pikorde zaten en die het al niet zo goed meer deden op school. Ik ga even een collega citeren, een kinderpsychiater die met deze groep werkt. En die zei mij van, we zijn ze kwijt. We zijn ze kwijt. Dus, we zijn ze gewoon kwijt in die zin. Die zijn al niet zo sterk gemotiveerd om naar school te gaan. Als ze het al doen, dan is het in functie van bepaalde leerkrachten. Er zijn altijd echt heel veel goede leerkrachten die ze daar optimaal voor inzetten. En het is op dat 1-1 contact, zeker bij de jongere kinderen, dat dat werkt. Dat was weg, hè. En met een schermpje vervang je dat niet, als er al een scherm was. Wij gaan ervan uit dat iedereen zoals u en ik en een laptop en een vaste computer en nog een smartphone in heeft. Dat is niet zo. Slechte internetverbindingen, noem maar op.
Dus die groep onderwijskundig, die zal de achterstand niet inhalen. En dat gaat hier niet over enkele weken. Klassikaal onderwijs gehad hebben. Dit gaat over een hobbelig onderwijsparcours dat al 2 jaar duurt. Dat is al inmiddels jaar, zijn die jonge mensen, is die pakweg 15-jarige, is dat een 17-jarige en stroomt die door naar de wereld van de volwassenen, weg van de onderwijsplicht. Dat betekent een instroom van jongeren die niet klaar zijn of die niet voldoende gesterkt zijn om dat volwassen leven in te stappen. Dat vrees ik is inderdaad het geval. We zullen daar de fallout nog van moeten zien de komende jaren. En dat kun je zien in statistiek, als het ware. Ja, dat, en dat moet je natuurlijk ook combineren met nog een tweede gegeven. Jongeren hebben natuurlijk niet alleen te maken met het onderwijs en hun ontwikkeling. Het gaat ook over de ontwikkeling van sociale vaardigheden binnen de peer group, binnen het kunnen opkijken naar jongeren die een paar jaar ouder zijn dan zij, binnen sportclubs. Bedoel, dat mag je niet onderschatten. Dit is even belangrijk, die psychosociale ontwikkeling, als de cognitieve ontwikkeling. Ook dat werd stilgelegd. Er was geen sport meer. Ze mochten niet samenkomen. En dan deden sommige volwassenen een beetje meewarig over die generatie die aan het huilen was omdat ze niet konden gaan fuiven. Het ging wel over meer dingen dan alleen maar fuiven. Het ging over die peergroep die moest samenkomen. Die is ontzettend belangrijk, pakweg tussen 14 en 24. Wat u beschreef, u schreef als professor ook een boek over identiteit in een brede, diverse betekenis. Ja. Maar in het leven van een jonge mens zijn die puberjaren toch wel heel bepalend. Er gebeurt in ons dagelijks leven elke dag veel. Maar in die 2 jaar tijd, pakweg tussen je 16 en je 18, gebeurt er veel. Hè? Ja. Dat is inderdaad heel vormend op het vlak van identiteit. Heel die leeftijdsperiode, pakweg tussen 12 en 20. Het is moeilijk om daar exacte jaartallen op te plakken. Maar dan zie je wereldwijd dezelfde beweging. Kinderen gaan meer en meer het huis uit, gaan zich bewegen in ruimere sociale kringen, peergroepen, iets wat oudere, jonge mensen. En ze gaan daar een nieuw stuk identiteit halen. Ze blijven niet bij mama hangen en bij papa hangen, dat is ook niet de bedoeling. Onder de vleugels. Ja. Maar dat moet je ook die mogelijkheid hebben om dat te kunnen doen. En we hebben in België een zeer goede jeugdwerking met sportclubs, met jeugdverenigingen. Veel beter dan in andere landen. Wij beseffen dat soms veel te weinig dat wij zo'n goede werking hebben op dat vlak. En je moet maar eens praten met leeftijdsgenoten. In heel veel gevallen ga je herinneringen horen opgehalen over die sportclub, over die jeugdverenigingen, over die dingen. En zijn er vriendschappen ontstaan die nog altijd blijven doorgaan. Ja. 2 jaar op nul. 2 jaar. In die formatieve jaren, dat is dramatisch. En dat moeten we de volgende keer vermijden. Ja. De volgende keer, zegt u, want inderdaad, die coronacrisis is, corona is nog niet weg. U zegt de volgende keer, maar heeft u de indruk dat er nu op dit moment, as we speak, al voldoende rekening mee wordt gehouden? Het zal nu denk ik in sneltrein tempo gaan. Hè. Het is duidelijk dat een aantal maatregelen waar we in het verleden een goede motivatie voor hadden, dat die nu wegvallen. Omdat we bijvoorbeeld nu weten dat iemand die ingeënt is, blijft ook besmettelijk. Dus het onderscheid tussen iemand die al dan niet ingeënt is, al dan niet 2 of 3 keer ingeënt is, is voornamelijk van belang voor het individu, omdat het beschermt tegen ziek worden. Maar het is geen bescherming tegen het verspreiden van het virus. Dat betekent dat dus die beperkingen op dat vlak die er waren, in functie van het willen verhinderen van de verspreiding van het virus, dat die er niet meer toe doen. Dat we daar op een andere manier moeten over gaan nadenken. En dat betekent ook, zeker in de wetenschap ondertussen die we ook hebben, dat kinderen en jongeren er nauwelijks last van hebben, dat we de deuren voor de kinderen en de jongeren zoveel mogelijk moeten opengooien opnieuw en liefst vrij snel. Nogmaals, binnen deze Omicron-variant. We weten niet wat er over 6 maanden zou kunnen zijn. Laten we hopen dat het niks is, maar dat weten we niet. Wel, laat ons hopen, want met dat manifest pleiten jullie voor een duurzaam coronabeleid. Vanuit de vaststelling, zoals u daarnet omschreef, dat dit een virus is dat nog altijd onder ons is. Nu, als die corona en haar varianten een blijver zijn, dan betekent dat een stukje dat we ons gaan moeten organiseren op het ritme van
de griepseizoenen. Het zal straks wat minder worden, maar ja, wanneer het wat... Als ik het woord duurzaam gebruik, is het voor mij nog veel ruimer, hoor. En ik vrees dat we dan naar een heel ander debat of een heel ander gesprek moeten gaan. Ja, want dit gaat later over het containen, tegenhouden van besmettingen. Ja, ja. Maar u benadrukt ook, we moeten eens nadenken van waar komt dit en ja, waar zit klopt, de systeemfout? Ja, ja, ja. Dus zoals ik daar straks al aangaf, dit is uitdrukkelijk een systeemfout. Het feit dat wij nu in toenemende mate geconfronteerd worden met zoonoses, dus de ziektes die van dieren overspringen naar mensen, ja, dat hebben we zelf natuurlijk veroorzaakt door onze manier van produceren, transporteren en consumeren. En was het alleen maar dit probleem, die zoonoses, dan zouden we nog beperkt zijn. Maar eigenlijk heel de klimaatverandering hangt ermee samen. Heel de manier waarop wij nu de biodiversiteit aan het verliezen zijn. En dit weten we al 40 jaar ondertussen. Hè? Dus het idee van, en dan krijg je ook die oorlogsmetaforiek, het idee van de virus is de vijand, we gaan die uitschakelen en dan kunnen we weer terug naar business as usual. Het woordje business is hier wel op zijn plaats. Dat is niet zo. Nee. We gaan straks, denk ik, veel grotere problemen hebben. We hebben ze al gehad, ook bij ons in België, maar we gaan nog veel grotere problemen hebben dan het virus, hoor. En dit zijn systeemfouten. Grotere problemen dan het virus, dan heeft u het over het klimaatprobleem of gelijkaardige? Ja, dus heel alles wat samenhangt met de klimaatverandering, dat gaat inderdaad van zoonoses tot overstromingen, tot chaotische temperatuurschommelingen, tot weet ik veel wat. Dat is juist het in die zin zou je kunnen zeggen dat, dat een virus zoals dit, of een overstroming zoals die ons overkwam in dit land in juli, dat we dat als symptomen kunnen bestrijden, maar dat het... Ja, dweilen met de kraan open is, zolang dat systeem niet verandert. Dat is daarom... zonder de minste twijfel juist. Maar dat is een moeilijke boodschap voor mensen, want men is wel te vinden voor het bestrijden van een virus. En we gaan dat overwinnen, we gaan de natuur overwinnen. Maar we gaan dan, of wie zal dan, mensen moeten iets maken dat heel die manier van leven, het systeem waar we in zitten, verkeerd zit. En dat is een moeilijke, onaangename boodschap. Dat is juist, en vandaar het ontzettend grote belang van bewustzijnswording. Nu moeten we in rekening brengen dat die bewustzijnswording toch al ongeveer 40 jaar bezig is. Hè. Het is niet van de laatste 3-4 jaar. Het gaat met horten en stoten. Je ziet dat we in 1972 het rapport van de Club van Rome krijgen. Dat dan gedurende een aantal jaar toch wel heel veel aandacht krijgt. Dan wordt dat vanuit de industrie en de Amerikaanse politiek onkracht. Eigenlijk voor een stukje ridiculiseerd. Dan krijg je een economische crisis en dan verdwijnt dat in de coulissen. En vanaf 2000 komt het terug naar buiten. Maar het is eigenlijk nooit weg geweest. Als je de studie van Herb Burens leest, we wisten het toen al. Die collega brengt heel mooi in kaart hoe goed dat we eigenlijk al die zaken al wisten. En dat vind ik toch wel belangrijk, hoe de bewustwording rond toeneemt en toeneemt en toeneemt. En dat is eigenlijk een historisch proces. Dus in die zin is er wel vooruitgang of progressie en kan u optimistisch zijn? Ja. Je ziet vandaag, de top in Parijs in 2015 heeft ook een stuk de toon gezet. Nu, inmiddels, wordt dat die klimaatopwarming, de antropogene oorzaak, als voorwaar aangenomen door iedereen. 5 jaar geleden was dat nog anders. Wordt dat niet gevallen? Spreekt men erover. En je ziet toch ook vanuit die economie net schuchtere stappen richting anders ondernemen. Ja. Misschien zal het net de economie zelf zijn die die economie verandert, zoals u ook schrijft. Je ziet inderdaad binnen een aantal economische reuzen beslissingen die in die richting gaan, omdat zij, denk ik, vaak betere prognostische modellen hebben dan sommige politici. En zij kiezen op dat ogenblik voor een toekomst die een stukje meer zekerheid biedt. En dat gaat dan in de richting van die duurzaamheid, hoor. Dus wat dat betreft, om terug te keren op uw vraag, ben ik eigenlijk wel eerder positief en optimistisch. De bewustwording is aan het toenemen. Het enige punt van pessimisme is de tijdsvenster. We zullen echt heel snel een aantal zaken moeten veranderen. En historische veranderingen, we zijn al 40 jaar bezig. Ja, dat vraagt tijd en we hebben niet zoveel tijd meer, hoor. Ja, inderdaad, want dit gaat over fundamentele veranderingen. Ja. U schrijft dan ook, bedoel, u maakt een analyse, een schets van het, schets van het neoliberalisme en de gevolgen of de uitwassen ervan. Om dit te keren, dit vraagt al minstens een generatie en dat zal snel zijn. U zelf spreekt nu over 40 jaar bewustwording. Ja.
Terwijl als je kijkt naar de prognoses in zaken het klimaat, dan tikt de klok. Is het wel... En daarom is het zo belangrijk dat politici en economie samen eigenlijk als criterium het idee van duurzaamheid hanteren. En dat is veel belangrijker dan het idee van groei. Economisch gezien wordt er nog altijd gedeneerd in termen van groei. Dit is letterlijk dodelijk. Letterlijk, daar moeten we geen doekjes rondwinden. Dat zijn exponentiële curves. Om de 22 jaar hebben we een verdubbeling van alles dat we niet willen. Dus we moeten af van die exponentiële groei en we moeten naar duurzaamheid. En dat veronderstelt een systeemverandering. Ja. Dat is zeker juist. Er is een parallel met dit gesprek met een gesprek dat we hier net voor nieuwjaar hadden met filosoof Iniaas de Vis. Ja, dat verwondert mij niet. Dat verwondert mij niet. Inderdaad, ook een systeemcrisis met dan de focus op onze energiebevoorrading, hè, waar we doorheen heel de menselijke geschiedenis met vuur spelen. Let op, nu vandaag gevolg is die klimaatopwarming. Hij kijkt dan naar de zon. We moeten naar een nieuw heliocentrisme gaan, die zon als bron van energie. Hij ziet daar echter wel geen tegenstelling met groei. Natuurlijk, ik ken Iniaas, dus ik ga ervan uit dat we min of meer in dezelfde redeneerlijn zitten. Ja, we zitten inderdaad dezelfde redeneringen. En we moeten opletten dat we dan niet in een semantische discussie terechtkomen. En het hangt er dan vanaf hoe je het woordje groei invult. Ja. Als ik het woord groei gebruik, dan heb ik het echt over die economische maatstaf van 3% groei van het BNP op jaarbasis. En als je dat als invulling neemt, dan kom je terecht in die exponentiële lijn en dan krijg je een verdubbeling. Nu, heel eenvoudig voorbeeld, de energie. Laten we nu even aannemen dat we inderdaad de zuivere, propere energie uit de zon kunnen halen en dat we dus die gebruiken en daarbuiten niks veranderen. Dus alles blijft hetzelfde, alleen hebben we nu propere energie en hebben we geen CO2-uitstoot meer. Op grond van de rapporten van de Club van Rome, die dan om de zoveel jaar nog eens bevestigd zijn en bijgesteld geworden zijn, weten we dat ook dit niet zal werken. Want de andere factoren blijven toenemen. Die verdubbeling van de materiaalextractie, die verzuring van de oceanen. Je ziet dus dat het zich blind staren op één parameter, in dit geval dan CO2-uitstoot, is redelijk gevaarlijk. En ik denk niet dat Iniaas die lijn zou volgen. Die piste zou niet. Nee. U bekijkt dat ook, dat systeem. Daarin is er ook de plaats van het individu in het neoliberalisme. Is daar theoretisch autonoom individu waar te veel de nadruk op zou liggen? Het individu dat neemt, het individu dat bezig is met individuele groei. Dan gaat het over de maatschappij, hoe wij als mens met elkaar omgaan. En u zegt dat dit economisch model met economische groei voorop, die maatschappelijke verhoudingen niet ten goede komt. Ook dat moet natuurlijk anders. En dat is al iets heel anders dan energiebevoorrading. Eerst even op dat idee dat wij in een individualistisch tijdperk leven als resultaat van die neoliberale samenleving. Ja, ik beschouw dat eigenlijk bijna als een leugen en zeker als een heel dubbelzinnig iets. Wat er gebeurd is met die maatschappelijke evolutie, dat is dat mensen uit elkaar gespeeld geworden zijn. Dat de sociale verbanden doorbroken geworden zijn, waardoor mensen allemaal naast en tegenover elkaar geplaatst geworden zijn, met alle gevolgen van dien. Het idee dat wij nu autonome individuen zijn, dat is een leugen. We zijn veel minder autonoom dan vroeger. Alles wordt beslist boven ons, naast ons, buiten ons. En dat geldt ook voor hoogopgeleide mensen. We denken dat graag dat we autonoom zijn. We denken dat, maar dat is dus niet waar. Onze autonomie is heel sterk afgenomen. Dat is de paradox van het woordje neoliberaal. We zijn nog nooit zo aangestuurd geworden vanuit de buitenwereld als tegenwoordig. En de invulling van wij zijn individuen, ja, we zijn losgeschakeld van anderen. Die organische sociale verbanden die er ooit geweest zijn, die zijn doorgeknipt geworden op grond van verschillende evoluties, hoofdzakelijk op de werkvloer. En dat is dan te betreuren, want u zegt daar is... U schreef tijdens corona, midden tijdens de eerste coronagolf in 2020, de zomer van 2020, het is 7, houd afstand, raak me aan, waar u net die mens omschrijft als iets...
als een wezen dat behoefte heeft en gedefinieerd wordt net door die contacten. En is dat een ziekte van deze tijd dan, dat we die losgekoppeld hebben? Ja, dat is een van de uitwassen van die maatschappelijke evolutie, die bij wijze van spreken bijna doelbewust geïnstalleerd geworden is. Ik denk dat aan deze tafel al wel vaker Margaret Thatcher geciteerd geworden is. There is no such a thing as a society, there are only individuals. Ja, ze hebben het zo geïnstalleerd, hè, en dat is dan ook bewaarheid geworden. Maar de grond... De grond van het wezenlijke, we hebben het al over identiteit gehad, dat is een zeer moeilijke kwestie. Maar een van de zaken die we met zekerheid weten, is dat wij behoren tot de sociale zoogdieren. Ja. Dat betekent dat wij de ander nodig hebben en dat we de groep nodig hebben. De vorm van die groep en de aard van de sociale relaties, dat is cultureel maatschappelijk. Maar biologisch gezien zijn wij sociale zoogdieren. Wij zijn honden, geen katten. Wij hebben de groep nodig. En ja, als je dan een maatschappelijke organisatie hebt die iedereen in vakjes naast elkaar gaat zetten, dan krijg je letterlijk ziekmakende gevolgen daarvan. En in hoeverre heeft corona hier een rol in gespeeld? Ja. Ten goede of als systeemcrisis, systeemfouten blootgelegd? Ja. Ik wil er maar bij zeggen, tijdens corona hoorde je vaak van we gaan anders en beter uit die crisis komen. Ja. Wat is de plaats van corona? Heeft dit iets veranderd in wat u hier schetst? Heeft zeker iets veranderd. Een eerste toch wel verrassende vaststelling voor mij was dat er heel veel politieke overheden onmiddellijk gekozen hebben voor volksgezondheid en niet om de economie open te houden. Dat was verrassend als je vergelijkt met Amerika en Groot-Brittannië, waar die keuzes dan wel werden gemaakt of toch op een andere manier werden gemaakt. En een tweede iets was voorspelbaar. Als er zich zo'n massale crisis voordoet, krijg je een golf van solidariteit. Dan gaan mensen zich samenzetten, gaan ze elkaar helpen. Dat zie je eigenlijk dat, bij alle studies rond dat soort langdurige crisissen. We hebben het helaas niet kunnen vasthouden. Dat is dan stilletjes aan verwaterd. Ja, die sfeer is weg. Nu, wat er geweest is, is er geweest. En dat betekent dat er dan toch weer een bepaalde grond gecreëerd is die vroeg of laat weer opgepikt kan worden. En er zullen daar zeker een aantal dingen van overblijven. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat over de maatschappij. Nog heel kort over de media. We zitten hier in een televisiestudio. Media zochten en zoeken nog altijd naar de juiste toon in dit verhaal en al onzekerheden die er zijn. Nu, de omschrijving van de pandemie of de impact van de pandemie gebeurde vaak in besmettingscijfers, maar ik wil het hebben over de mortaliteitscijfers. Ten eerste, wat vindt u globaal van hoe er over deze crisis bericht gegeven is en wordt? Wel, op een bepaald ogenblik kregen we natuurlijk overinformatie en hoorde ik in mijn sociale omgeving zeggen van ja, we kijken niet meer naar het nieuws, want het is toch iedere keer hetzelfde. Dus, en het verandert toch niet onmiddellijk. Nu, ook daar dezelfde opmerking die ik daar straks al gegeven heb. Ook de media werden geconfronteerd met een onbekend gegeven. Men wist niet welke informatie er het meest relevant was. We kregen die beelden uit Italië binnen. Dat waren verschrikkelijke beelden. Dus iedereen in paniek. En dan kijken van hoe kunnen we dit, hoe kunnen we onze maatschappelijke functie, want media hebben een maatschappelijke functie, hoe kunnen we dat naar de bevolking toe ook proberen te verwoorden. In terugblik, denk ik, is het duidelijk dat vanaf een bepaald ogenblik men meer het accent had moeten leggen op de ziekenhuisopnames en de mensen op intensive care en minder op besmettingen. Besmettingen sowieso al niet, want dat kun je zo gemakkelijk onderuit halen dat eigenlijk niet echt bruikbaar is. Maar dat zijn ook de cijfers die nu gehanteerd worden bij de barometer. Ziekenhuisopnames en intensive care. Die zijn eigenlijk, als je zo anderhalf jaar verder bent, dan kun je zeggen van dit zijn de criteria waar we ons op kunnen richten. En men had dat, of men zou dat in de media beter ook op die manier hanteren en niet meer spreken over die mortaliteit. Ja. Want ook daar is er te makkelijk kritiek op te geven. Ja, want die mortaliteit ook niet. Mede-auteur van het Wintermanifest, Stijl de Bie, professor artificiële intelligentie, die weet wel hoe je met data moet omgaan, die zei als je de impact van corona, van de pandemie uit 2020 gaat herberekenen, kom je op het relatieve cijfer dat we met z'n allen elk één week minder levensverwachting hebben. Door, dat is statistiek. Met statistiek kan je heel veel natuurlijk, maar het illustreert natuurlijk dat je cijfers ook op andere manieren kan brengen. Misschien, men schoot ook in paniek bij het lezen van bepaalde mortaliteitscijfers. Kijk, ook daar hadden we, op dat vlak hadden we nu toevallig al vrij vroeg
een goed wetenschappelijk beeld. Ja. Maar ja, goed, die wetenschappelijke gegevens moeten dan bevestigd worden vooraleer ze zeker een hogere zekerheidsgehalte krijgen. Maar er was dat cruiseschip waar een aantal mensen op besmet werden en dat werd dan meteen letterlijk in quarantaine op de zee geplaatst. En dat zijn de eerste grondige wetenschappelijke studies geweest. En daaruit bleek dat de mortaliteit van een COVID-besmetting behoorlijk laag is. Dus dat was eigenlijk geruststellend. Maar ja, het gaat niet alleen over ziekte en dood. Het gaat ook over de maatschappelijke gevolgen van ziek zijn. Het gaat ook over de langdurige gevolgen. Dus het zich blindstaren op mortaliteiten alleen is niet goed. Maar dat wisten we niet op dat ogenblik. Maar het feit dat corona of COVID minder dodelijk was dan aanvankelijk gevreesd, dat wisten we eigenlijk al vrij vroeg. Ja. Tegelijk, we zitten met dat virus. U zei het bij aanvang van het gesprek. Dat kan allerhande varianten die zich ontwikkelen. En de natuur is daarom verschillig. De natuur heeft geen geweten. En er zou een variant kunnen zijn die 10 keer meer letaal is of dodelijk dan met de snelheid van de Omicron-variant. Ja. We willen iemand bang maken. Ja. Maar dat kan natuurlijk. Dat kan, ja. Dat hebben we trouwens meegemaakt met de Spaanse griep. Hè. Wel, ja, men is die geschiedenis wat vergeten. De Spaanse griep is in 2 golven gekomen. De eerste golf was inderdaad op het einde van de Eerste Wereldoorlog en het jaar daarop. Heel veel mensen besmet. Relatief lage sterftecijfers. Ook bij die verzwakte bevolking ten gevolge van die Eerste Wereldoorlog. Anderhalf jaar later komt er een mutatie. Massale sterfte. Omdat dat virus veel dodelijker was. En ook veel jonge mensen. Hè? Ja. Jonge, gezonde, actieve mensen. Wat ook een ander ziektebeeld is dan bij corona momenteel. Ja. Ja. Dat is geen onaangenaam vooruitzicht, maar het is een pist waar men rekening mee moet kunnen houden. We weten het gewoon nog niet. We weten het niet. We weten het niet. Nee. En dan kom ik weer bij uw punt van, er is al wel een barometer inmiddels. Ja. We kennen iets meer over dat, we weten iets meer over het virus. Maar er is nood aan een duurzame, lange termijn aanpak. Ziet u goede tekenen in die richting? Er wordt alleszins over nagedacht, hè. Maar ook daar moeten we weer een onderscheid maken tussen een aanpak, een strategie op korte termijn en die op langere termijn. Op korte termijn, denk ik, wordt er nu heel hard nagedacht over, omdat we ook die ervaring hebben, hoe kunnen we de volgende keer dat er noodzaak is aan afstand houden, aan eventueel lockdown, hoe kunnen we het onderwijs organiseren, hoe kunnen we jeugdbewegingen overeind houden, hoe kunnen we de werksituatie organiseren. Daar hebben we nu gelukkig een stuk ervaring en een stuk kennis over. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat we dat, mocht er een volgende keer komen, dat we dat beter gaan aanpakken. Op het vlak van lange termijn oplossingen zie ik nog veel te weinig. En dat zal zich moeten koppelen aan maatregelen in functie van de klimaatverandering. Want het heeft daarmee te maken, ik ga maar iedere keer op diezelfde nagel, omdat dit een onderdeel is van dat grotere geheel. Maar in die zin, als Omicron ons nu wat meer ruimte geeft en een luchtige lente gunt, is dit misschien eens het moment om te gaan kijken naar de systeemfouten en daarover na te denken. Ja. Dat is globaal, planetair. Ja, klopt. Ja. Oké, okay. Dat is een opdracht voor deze lente waarmee we aan de slag kunnen. Want dit gesprek zit er helaas op, professor Verhagen. Ik wil u zeer bedanken voor deze heldere toelichting. Ja. Jok Beskijker, fijn dat u bij ons was. Volgende week zijn we er terug, woensdag en donderdag, met Studio Vlaams Parlement vanuit de plenaire zitting in dit huis. En zaterdag opnieuw een grondig gesprek in Het Gesprek. Heel graag, tot dan.